We staan bij de ingang van de Oude Kluis, het safety deposit van de Nederlandse Handelmaatschappij. Op een gegeven moment is die ruimte veranderd in een grote computerruimte. En toen we hier 10 jaar geleden kwamen, hebben we hem weer gerestaureerd. En voor ons is het een schatkamer geworden waarin wij de mooiste stukken van het archief laten zien. En ook bijzondere verhalen rond de originele archiefstukken. Je vertelde dat er 12 verhalen worden verteld over Amsterdam. Waarom deze 12 verhalen? Je kijkt dan eigenlijk met de mensen uit de tijd mee die stukken schreven en wat die vertellen over de tijd waarin ze leefden.